Deze conceptquiz bestaat uit 5 multiple choice vragen. Gebruik bij het beantwoorden pen en papier en je rekenmachine. Zie je de teller lopen, zet dan je videootje op pauze en gebruik 1 à 2 minuten om de vraag te beantwoorden. Controleer daarna of je de vraag goed hebt beantwoord en of je uitleg ook goed is. En heb je er 4 of 5 goed, dan heb je het heel goed gedaan. Vraag 1. In deze vraag gaan we gebruik maken van SOS-CASTOA, het ezelsbruggetje voor goniometrische berekeningen. Het helpt om eerst altijd even een driehoek te zoeken van waaruit je gaat werken. Ik heb de driehoek hier aangegeven. Die FI-waarde, de lengte van die pijl, die kon ik naar rechts schuiven. Die is nu de rechterkant van mijn driehoek geworden. Als je je driehoek hebt, dan moet je altijd even goed kijken. Ja, waar zit de hoek die ik weet? Want dan weet ik ook welke zijde de overstaande zijde is. En kijk ook altijd even goed welke zijde de schuine zijde is. Hier willen we de schuine zijde weten, want dat is de kracht F. En de overstaande zijde Fi is gegeven. Een S en een O, dan kom ik uit op SOS. En die SOS-regel die zegt dat de sinus van de hoek gelijk is aan overstaand gedeeld door schuin. Dat is de wiskunde en in onze natuurkunde situatie is het dat de sinus van 25 graden gelijk is aan Fi gedeeld door F. Nu willen we F berekenen, dus we gaan de formule even omschrijven. Tot F is Fi gedeeld door sinus 25 graden. Let er goed op dat je rekenmachine in graden staat en niet in radialen. En dan kun je hem ook uitrekenen en dan komt eruit een kracht F van 76 newton. Vraag 2. Deze vraag gaat over het verband tussen de grootheden snelheid en versnelling. En het verband is als volgt. Als je de snelheid differentieert, de afgeleide neemt van de snelheid, dan kom je bij de versnelling. Differentiëren kan wanneer je de snelheid, wanneer je daar ook een vergelijking van hebt. En die hebben we hier ook. Dus we moeten de vergelijking gaan differentiëren naar t om de versnelling te krijgen. Nou, in de vergelijking staat een t². Als je die differentieert, dan wordt dat 2t. Dat gaan we eens doen in de vergelijking die we hebben. V is 0,072 t². De afgeleide van v, en dat is dus ook meteen je versnelling a, is dan gelijk aan 0,072 maal 2 maal t is 0,144 maal t. Vraag 3. Deze vraag gaat eigenlijk over gelijkvormige driehoeken. Want als je goed kijkt, dan zul je in het plaatje 2 gelijkvormige driehoeken kunnen vinden. Eentje vanaf de aarde naar de maan, zoals hier gekleurd, en eentje vanaf de aarde naar de zon. En omdat het gelijkvormige driehoeken zijn, kunnen we iets zeggen over de verhoudingen van verschillende lengtes in die driehoeken. Nou, waar zijn wij vooral geïnteresseerd in? Dat zijn de afstanden van het meetpunt tot de maan en van het meetpunt tot de zon. De hypotenusa van die twee driehoeken. En we zijn geïnteresseerd in de smalle zijde van beide driehoeken, want in de kleinste driehoek is dat de diameter van de maan. En in de grootste driehoek is dat de diameter van de zon. Nou, wat mag je dan bijvoorbeeld zeggen? Omdat het gelijkvormige driehoeken zijn, moet gelden dat de verhoudingen tussen x-zon en x-maan hetzelfde moeten zijn als de verhoudingen tussen d-zon en d-maan. Nu willen we de diameter van de maan berekenen, dus we moeten deze vergelijking omschrijven zodat er staat d-maan is. Als je dat netjes doet, dan krijg je het volgende eruit. En dan kunnen we dus die drie waardes die we weten, die bekend zijn, invullen rechts van de streep. En komt er uiteindelijk uit dat de diameter van de maan 3,5 maal 10 tot de macht 6 meter is. Vraag 4.
De wet van Moore beschrijft een exponentieel verband. Een exponentieel verband tussen het aantal transistoren in een chip en de tijd. En dat wil zeggen dat als je vaste stapjes in de tijd neemt, dat het aantal transistoren toeneemt met een vaste vermenigvuldigingsfactor. En die vermenigvuldigingsfactor is 2 per 2 jaar, zoals je hier ook kunt zien. Als we nu gaan terugrekenen vanuit 2018, dat is de laatste waarde die gegeven is, dan zal 2 jaar daarvoor de helft van het aantal transistoren op de transistor zitten en 2 jaar weer daarvoor de helft van de helft. En dat is ook precies wat gevraagd wordt, 2,5 miljard transistoren. Ja, die zaten dus in het jaar 2014 in de gemiddelde chip. Vraag 5. En vraag 5 bestaat uit 2 dia's. Deze vraag moeten we werken met het zogenaamd dubbel logaritmisch papier, waarop het verband is uitgezet tussen de pasfrequentie van een dier en de lichaamsmassa ervan. We moeten 2 stellingen gaan bekijken. En de eerste stelling is dat een gemiddeld paard meer dan 1000 keer zo zwaar is dan een rat. Nou, om dat te gaan bekijken in deze grafiek, moeten we dus gaan kijken hoeveel eenheden op de x-as er zitten tussen een rat en een paard. Elke eenheid is namelijk gelijk aan een vermenigvuldigingsfactor van 10. En als je dat uit gaat zetten, dan zul je zien dat de afstand tussen een rat en een paard op de x-as meer dan 3 blokjes is. Dus meer dan 10 keer 10 keer 10 is meer dan 1000 keer. Dus stelling 1 is waar, een paard is meer dan 1000 keer zo zwaar als een rat. Stelling 2 gaat over wat er sneller verandert, de pasfrequentie of de lichaamsmassa. Dan moeten we dus naar allebei de assen gaan kijken. En ik ga nu eventjes kijken naar het verschil tussen de muis en het paard. Nou, tussen een muis en een paard zit op de x-as meer dan 4 blokken. Dus een paard is meer dan 10.000 keer zo zwaar dan een muis. Gaan we kijken hoe het dan zit met de pasfrequentie van een muis en een paard. Dan zul je zien, en dan moet je naar de y-as kijken, dat minder is dan 2 blokken. Het is iets meer zelfs dan 1 blok. Dus minder dan 2 blokken wil zeggen dat minder dan 100 verschilt van elkaar, die frequentie. En dan weet je ook meteen het antwoord op de vraag. Op de x-as heb je dus een groter bereik uitgezet staan, dat is meer dan 10.000, dan op de y-as. Dus stelling 2 is niet waar.